En het Amazone Conservation Team Suriname heeft de eerste stap gemaakt naar het bereiken van haar derde doelstelling. In samenwerking met commerciële partners ReadyTex Crafts en Ikana Home presenteerde het team gisteren de Iniri sieradenlijn. Het Amazone Conservation Team Suriname heeft drie speerpunten. Ten eerste streeft het team naar duurzaam beheer van leefgebieden binnen het regenwoud. Het tweede doel is gericht op het zelfbestuur van de inheemse en tribale volkeren. En ten derde wordt de focus gelegd op het levensonderhoud van deze groepen. Naar aanleiding van het derde traject is gisteren de Iniri sieradenlijn gepresenteerd. Iniri betekent letterlijk alles wat de Zuid-inheemse met hun handen maken. Communicatiecoördinator van het team, Ben de Leon, zegt dat de sieraden zijn ontwikkeld door vrouwen van 5 dorpen uit Zuid-Suriname, namelijk Apetina, Tepu, Sipaliwini, Kwamalasimutu en Kuruni. De Leon vertelt meer over het levensonderhoudtraject. En livelihood wil zeggen dat we proberen om de zelfredzaamheid van de mensen, de zelfvoorzienendheid van de mensen in het regenwoud te verbeteren. Door het gebruik te maken van hun eigen cultuur, hun eigen omgeving, hun eigen grondstoffen. De dingen die ze zelf kunnen voortbrengen om hen in contact te brengen met de markt, met de buitenwereld, om die producten aan de man te brengen om zodoende een duurzaam bestaan voor zichzelf op te bouwen. De Leon is blij dat het team de vrouwen heeft kunnen begeleiden en dat er een vaste afzetmarkt voor de sieraden is gevonden bij 2 handelspartners. Heugelijk feit, we zijn enorm blij dat we deze stap kunnen maken in het traject om de vrouwen van Zuid-Suriname te versterken en te kunnen helpen bij het genereren van duurzaam inkomen. En dat is wat ze nodig hebben, zodat ze zekerheid hebben in hun leven en in het bestaan van zichzelf en hun gezin kunnen voorzien. Nog meer dan in de stad zijn vrouwen in de gemeenschap in Zuid-Suriname de hoeksteen van de samenleving. Dus het gaat erom om hun te versterken. Als zij sterk zijn, als zij voor zichzelf kunnen zorgen en voor hun gezin, gaat het goed met hun, met hun gemeenschap. En uiteindelijk, want dat is de filosofie van ACT, uiteindelijk gaat het dan ook goed met het regenwoud. En tot zover dan de binnenlandse informatie in het journaal.